een nieuwe vlog. Het is geen weekvlog, geen weekendvlog, maar een dagvlog. Ik ben nu onderweg naar Rotterdam. Ik ga namelijk samen met Ash naar de HEMA. Want daar schijnt Nanne Meijer vandaag een Vlog Academy les te geven. En ik dacht, waarvoor ga ik daar niet gewoon gezellig een kijkje nemen? Dus ik ben nu onderweg naar Rotterdam. Ik ga zo de metro pakken. En Nanne is vandaag in de stad. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit allemaal gaat zijn. Verder gaan we daar niet denk ik heel veel doen. We gaan voornamelijk voor Nanne. Ik neem Ash mee vandaag voor mijn verjaardag als cadeautje. Maar ze weet nog van niks. Dus dat is het leuke. Ze weet niet wat we gaan doen. Ze weet dat we naar de stad gaan. Maar verder weet ze niks. We gaan daar ook niet alleen heen voor Nanne. We gaan daar waarschijnlijk ook een bakje koffie drinken. Maar gewoon een hele gezellige dag hebben vandaag. Ik heb net een reisdagkaart van de OV gekocht. En we gaan gewoon zien wat deze dag vandaag gaat brengen. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Ik hoop dat we een beetje in de buurt kunnen komen van Nanne. En misschien nog kunnen spreken. En natuurlijk leuke vragen stellen. Maar jullie gaan het allemaal zien of het gaat lukken. Gaat, stroomt de energie door mijn lijf. Stevige aard alsof alles kan. Diep van binnen voel ik me vrij. Zeker te weten dat het episch wordt. Damn, wat voel ik me goed. Want deze nacht gaan de remmen los. En maakt het niet uit wie of wat je doet. Ik, jij, samen, zij, aan zij. Van de grond, het bewustzijn voorbij. Ik, jij, samen, zij, aan zij. Oh, waarom zou je ooit nog gaan? Vanavond is dit ons huis. Dansend in het licht van de maan. Nee, we gaan nooit meer. Nee, we gaan nooit meer naar huis. Nooit meer. Dus ik ga nu de microfoon aan hem overgeven en ik zeg heel veel plezier. En straks hebben we ook nog een timertje, 5 minuutjes en dan zijn we live. Maar ik laat het jullie ook weten. Veel plezier. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben nog even tijd, dus ik ga niet met een filmmodel praten. Ik zou zeggen, nee, je mag niet naar de zee, maar relax en doe alsjeblieft soms even met me mee als je wilt. Want we gaan iets interactiefs doen. Ja, hoofdschouders, knieën, tenen. Met z'n allen. Nee, we gaan zo een spinnenweb maken. Leg straks uit, maar het is leuk. Als je even fanatiek meedoet, dat ik niet zeg, jongens, heeft er iemand nog? Kan iemand iets zeggen? Dus help me even zo'n beetje. En have fun en leer, want het is super leerzaam om dat te zeggen. Ja? Maar leuk dat jullie zijn. Ik heb misschien niet iedereen nog uitgegeven. Jullie hebben nog een uitgegeven. Leuk dat jullie zijn. En alle mama's en papa's ook die mee zijn gekomen. You! Ja, nee, we zijn live. Ja, we zijn live. Hey. Lieve mensen, welkom hier in het klaslokaal HEMA Rotterdam. En leuk dat je rijdt thuis, tof. Pak er eventjes een chipje bij en een pen en een papier, want we gaan vandaag weer een livestream doen van de HEMA Vlog Academy. Maar ik wil zo meteen eens hebben over wat ga je gaan maken. Ik vind het eigenlijk best wel belangrijk, want ik voel mezelf een beetje een programmamakertje, dat er mensen kijken die het leuk vinden. Want je maakt het niet eigenlijk alleen voor jezelf. Anders kan je net zo goed iets filmen en jezelf laten zien in je slaapkamer. Maar dat geeft niet echt voldoende, want je wilt dat mensen het waarderen wat je maakt. Je steekt er veel tijd en energie in. Dus hoe word je populair? Hoe zorg je dat mensen naar je video's kijken? Ik heb hier
een microfoon. Wie denkt er te weten hoe je aan views komt? En dat is een soort van voorloper geweest van wat ik nu doe, namelijk ochtendmix. Maar dat was steeds met een vast meisje. En dat werd uiteindelijk een wisselende gast. En toen had het alleen over nieuws. Maar inmiddels doe ik lifestyle, gadgets, lekker eten. Dus dat was een voorloper. En toen deed ik ook Ponkers. Ken je Ponkers? Met Ergin en Noah en Thomas. Dat was fantastisch. Maar daar ben ik wel maar gestopt. En dat is ook meteen de reden waarom ik dit wil vertellen. Want dat past niet bij me. Ik ben eerlijk gezegd wat dat betreft geen ponker. Ik vind het fantastisch om te maken en ik vind het super leuk om te kijken. Maar ponkers is heel stoer en het is heel mannelijk. Dat ben ik ook. Maar soms ging het voor mij even wat te ver. Toen dacht ik, nee, dit moet ik niet doen. Het is beter als ik gewoon lekker een ochtendshow ga doen en mij en co. En hetzelfde geldt eigenlijk voor Constrate, want een jaar te later kwam de Constrate terecht. Kennen jullie waarschijnlijk wel, heeft het over Monica Geuze, is toen tegelijkertijd gestopt. Inmiddels zit dus Kai erin en Kai. Nou, fantastisch om te kijken, maar vond ik niet tof om te maken, eerlijk gezegd. Want het gaat heel vaak over seks en drugs. En daar kijk ik wel graag naar, maar ik vond het zelf wat heftig om te maken. Dus dat paste niet bij mij en dat ging ik niet volhouden. Nu maak ik dus ochtendmix en een summer break. Dus ik zoek wel naar afwisseling. Maar ik ben continu bezig met wat vind ik leuk. Ik ga samen hopelijk met jullie nu een spin-up maken. Ik weet niet of je dat nog kent van vroeger, van school. Hallo. Foto? Ja, elke keer van. Ik zag jullie staan, ik dacht, ja, jullie doen een foto. Ja, okay. Ja? Wat? Ben je goed? Ja, ja, prima. Maak je nou voor mij? Ik ga hem voor jou maken. Nee. Ja, hij staat erop. Waarom heb je niet gezegd? Wat? Wil je nog zeggen? Moet je nog even maken voor je vlog? Oh, dat maakt mij leuk. Ja, dat was het. Goed, en we zitten bij de Mac. We hebben Nanne net gezien, we zijn bij onze foto geweest. Ik heb ontzettend veel informatie opgestoken van Nanne. Het waren natuurlijk wel heel veel dingen dat ik denk van, dat is logisch. Maar heel veel dingen dat ik hem ook heel erg gelijk in gaf. Bijvoorbeeld inderdaad met de pakken de titels. Dus niet een titel van, dacht je niks. Kijk, dat zijn titels, maar het pakt niet, weet je. Bijvoorbeeld nu, als je misschien wel aan een titel hebt gezien, zal er waarschijnlijk iets staan van, hoe heet dat, dagje met Nanne of zo. Of Nanne mij ons zien, of weet ik veel. Iets in die richting. Dus dat was heel erg leerzaam. Ik zit nu dus even bij de Mac. Ik zit even aan een cheeseburger en een ijsthee. En dan gaan we zo meteen alweer terug naar huis. Maar het was zeker de moeite waard om hierheen te komen en om dit te zien. Want het was echt heel erg leerzaam. En Nanne was ook natuurlijk gewoon hartstikke leuk. Hartstikke gezellig, hartstikke lief. Ik heb het naar mijn zin gehad. Thunder, 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 feel the thunder, 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 feel the thunder.